Vandaag pak je 18 open. En dit is een strengetje van Lisette. Gletscher. Een leuk blauw strengetje. En daar zit een lekkere stroopwafel bij. Die ga ik zo op een kopje thee doen. Wij zijn even aan de wandel. Oliver wil niet zo hard. Het is echt heel mistig en waterkoud. Dus ik ga snel mijn bandjes weer aan. En afgeleid. Hey Boef. Hey Mee. Zo, het is hier nog stiller. Ik zag net wel mensen, maar die gingen een ander pad in. We wandelen aan de buitenkant van het dorp, vlakbij het voetbalveld. Dus die hoor je misschien soms op de achtergrond. Oliver die wilde niet meer meelopen aan de riem, maar los loopt hij dan wel prima mee. Echt, het is hier zo lekker om te lopen. Oh, een mislukte. Oh, het is leuk. Heel veel vogeltjes hier. Kijk. Ja, vloog natuurlijk alweer weg toen ik hem wilde filmen. Maar heerlijk pad om hier te lopen. De blaadjes vallen hier nog van de bomen. Het is echt zo mooi. Goedemiddag ondertussen alweer. Het is koud, het vriest en het zonnetje schijnt. Dus ik ga zo even mijn vitrages opengooien. Om zeg maar lekker wat warmte naar binnen te halen. Ik ben een beetje stout. Ik kan niet de deken laten zien waar ik mee aan het breien ben. Ik ben ontzettend aan het voorwerken met breien. Ik wil hem af hebben. En ik heb wat hoofdpijn. Vandaar koosje make-up loosje. En ik ben vrij. Ik ga zo lekker eventjes wat verven. Maar ik wil eerst even rustig zitten, even breien. En dan is die deken fantastisch om te breien. Eén stuk door ribbels haar breien, heerlijk. Maar mijn moeder kwam net langs, want mijn vader, het is vandaag is de 14e. Ja, 14 december. En die heeft de eerste batch oliebollen gemaakt. Chips heb ik gisteren gegeten. Maar ik bewaar mijn... Ik heb geen plastic bak, dus ik heb een zak, moet ik weer pakken. Gedoe, moet ik zo doen. Maar de eerste batch met oliebollen. Dus die ga ik even proeven. En met een kopje thee. Oh, zo zin in. En ik zag dat op Prime mijn favoriete film er weer op staat. Pride and Prejudice. Ik kan het niet uitspreken. Ik noem het altijd Pride and Prejudice. Oh, heerlijk. Ik ga weer kijken. Die piano deuntjes. Daar ga ik ook maar eventjes op verven. Dat doe ik vaak in mijn oortjes, heb ik die film. Ik hoef hem niet meer te zien. Ik luister hem fantastisch. Dus die ga ik lekker kijken, luisteren. En ik ga eventjes breien en een oliebol eten. Wat wil je? Ben je echt al de hele tijd aan het zeuren bij me? Ik heb geen oliebol meer over. Die zijn voor mij. Nee, je krijgt geen eten. Nee. Nee. Corgis en hun trek en hun honger is niet best, hè? Zo, we zijn eventjes aan het verven. Ik ben aan het verven. Oh, ik moet mijn jas nog uit de kast pakken. Ik zou niet spekblauw vast. Het is hier koud. Dus ik heb mijn kolla aan en een kacheltje aan. En ik ga jullie laten zien wat voor inspiratie ik kreeg. Ik was natuurlijk aan het oppassen op een nichtje. En toen hebben we de Grinch gekeken.
daarnaast. Ik ben meteen aan het opschrijven wat ik doe. Ik ben het nu aan het stomen. En aan het verwarmen zachtjes. Het is een beetje de manier zoals ook garenversus self-striping yarn doen. Dit heb ik ook met mijn Halloween kleur Winifred gedaan. En die streept zo tof. Goeie, ik denk dat het alweer bijna middag is. Het is hier iets wat bevroren ramen, maar wel lekker. Ik heb mijn strengen droog. Het is nu de 18e alweer. Ze zijn al effies droog, maar ik had geen tijd om er wat mee te doen. Dit is de Grinch. Ik heb hier al een idee mee, maar ik weet niet wat. Ik wil graag een muts maken. Ik ben natuurlijk veel te laat om ze online te zetten, kerstkleuren. Ik denk dat ik het toch ga doen, dat er 3 online komen en of 2 online komen. Eentje voor de giveaway zal ik het gewoon doen. Ik ga gewoon een giveaway doen. Eentje ga ik weggeven, omdat ik het veel te laat ben. Inspiratie, soms komt het op een beetje laat tijdstip. Maar ik denk dat ik er eentje weggegeven. Ik ga er één zelf houden om een... Ja, ik wil heel graag hier een muts van of sokken. Eigenlijk beide. Dus ik denk dat ik hier sokken van ga maken. Want je bent een sok. Ik ga met mijn andere... Ik denk dat die kleuren me leuker staan als muts dan dit. Maar het is wel tof om hier een kerstmuts van te hebben. Soms... op de achtergrond staat... wasmachine aan. Ik heb 4 strengen. Dus ik denk, als ik er eentje zelf hou en 2 online zet. Ze komen in mijn Etsy shop. Het is nu de 18e. Ik denk dat deze vlog morgen online al komt. Want jullie zijn ingelopen. Ik heb vet veel gewerkt. Sorry, daarom ben ik eerder begonnen. Ik ga zo ook het pakketje openmaken voor Miriam. Dat gaan jullie morgen zien. Of overmorgen. Vlogs lopen door elkaar heen. Maar deze wil ik nog bij het filmpje doen dat ik ging verven. Ik heb ook nog meer geverfd hoor. Ik heb ook Poison weer geverfd. Want dit vind ik gewoon een super toffe kleur. Het is, onderliggend is hij groen. En daarboven is hij blauwig. Je ziet het ook. Lekker kleurverschilletje. Ik word hier heel blij van. Het is een beetje, dit is wel de kleur die overkomt. Die ga ik ook nog even op de foto zetten. Die gaat ook nog even in de shop. En ik ga nog een paar andere op de foto zetten die ik erin ga zetten. Leuke dingen. En nog even cadeautjes openmaken. Van Miriam van de vlog. Het is de laatste adventszondag. Leuk. En dan straks weer werken. Zin in. Er komt een koor. Dus we moeten meeblaren. Bij mij wordt het blaren. Ik kan me wel verstoppen in La 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 zijn bewoner. Dus daar ga ik voor. La La La. Ik moet nog vertellen wat je moet doen natuurlijk om de giveaway te winnen. Om hier aan mee te doen. Like mijn deze video. Abonneer je op mijn kanaal. En laat in de reactie achter wat je hiervan zou willen maken. Ik denk dat het wel wat later opgestuurd gaat worden. Of dat je hem later krijgt dan de kerst. Maar tussen kerst en oud en nieuw ga ik hem opsturen. Ik denk dat ik hem... want deze is voor vlog 19... Zal ik hem dan de 22e bekendmaken? Vlog 22. Wie hem gaat winnen? Ja, dat ga ik doen. Vlog 22 ga ik bekendmaken wie hem gaat winnen. Dus like deze video. Geef in de reactie hieronder wat je hiervan gaat maken. En dan wie weet, abonneer je natuurlijk op mijn kanaal. En wie weet win jij deze streng. Ik hoor snel. Doei!